Nou, wij doen er in ieder geval alles aan om Go Ahead in de Eredivisie te houden. PEC is gewoon een goede voetballende ploeg, absoluut. Wij hebben niet laten zien wat we echt kunnen. En dat is jammer en dat is een heel erg understatement. Het kantelpunt vind ik helaas is een rode kaart. En dat werkte niet eigenlijk in ons voordeel. Waarom heb je de instelling wel met 10 man als je met 11 man niet hebt? En daar baal ik gewoon van. Welkom allemaal. Vandaag 12.400 toeschouwers, 0-1 van Rijsdijk. Scheidsrechter Makkeli gaf een aantal keren geel aan Turuts, Overgoor, Drost, Van Hintem en Thomas. En helaas een rode kaart aan Nijland van PEC Zwolle. Het is een hele spannende wedstrijd geworden, waarvan ik denk dat we dat nooit zo spannend hadden moeten laten worden. Ik vind dat het plan waar we mee kwamen uitstekend heeft gewerkt. PEC is gewoon een goede voetballende ploeg, absoluut. En we hebben besloten om daar zo hoog mogelijk druk tegen te zetten en niet aan het voetballen te laten. En ik denk dat dat plan goed heeft gewerkt, dat wij... de duels wonnen. We waren agressiever, energiek. Wonnen de duels, de tweede bal. Ja, en dan konden we doorvoetballen. Daar kwam uiteindelijk ook de goal uit. Heel overtuigend. Mooie goal. Ja, we hadden uiteraard ook een backup. Hè, voor het geval te veel energie zou kosten. En ook dat voerden we eigenlijk goed uit. Zonder veel weg te geven. Dan denk ik alleen dat wij in het uitvoetballen dat nog wel eens wat beter hadden kunnen en moeten doen. De eerste helft een aantal momenten waarin we moeten blijven lopen met de bal in een overtalsituatie uitspelen. En aan de andere kant in een ondertal juist de bal te houden en dan gaan we lopen. Dus we deden daar ook net verkeerd om, want dat kost wel veel energie en dat zag je uiteindelijk in de tweede helft terug. Want ja, het kantelpunt vind ik helaas is een rode kaart. En dat werkte niet eigenlijk in ons voordeel, want gek genoeg gingen we daarna niet meer voetballen. Het maakt iets los bij Zwolle en wij waren aan het kijken, het uitvoetballen was slordig. Tot het moment eigenlijk dat Zwolle risico's ging nemen, vol 1-op-1. Ja, en ik denk dat in die fase hadden we al lang de stekker eruit moeten trekken. Dat hebben we verzuimd en dan weet je, ja, met het opportuniteit dat een balletje zomaar goed kan vallen. En dat gebeurde ook bijna. Maar nu zat dat mee. En ik vind dat we dat uitstekend verder hebben gedaan. We hebben wel verdiend gewonnen, vind ik. En in een derby is toch altijd leuk. Uit is ook leuk, in het Hol van de Leeuw, om het maar zo te noemen. In een derby. Maar buiten de emoties allemaal omheen. Het allermooiste is natuurlijk... 3 punten, want die hebben wij gewoon keihard nodig in ons overlevingsdrang voor de Eredivisie. En de manier waarop we dat hebben gedaan vorige week, we weten waarom we een punt tekort hebben gekregen. En nu hebben we het verdiend, de volle bak meegenomen. Nou, wij doen er in ieder geval alles aan om Go Ahead in de Eredivisie te houden. Ze hebben 2 keer van ons gewonnen. En... ondanks dat ik trainer ben van PEC Zwolle, heb ik wel vaker gezegd dat ik best positieve gevoelens heb over Go Ahead. Maar dit is niet de bedoeling van de IJssel Derby dit. En waar ik gewoon echt van baal, dat zijn 2 dingen. Dus, waarom heb je de instelling wel met 10 man als je met 11 man niet hebt? En daar baal ik gewoon van. Ik baal ook van die rode kaart. Ik heb hem net teruggezien. Ik vind hem... een duwende beweging. In het rood. En ik baal het meeste van de trainer van PEC Zwolle. Dat ben ik zelf. Dat ik me ook nog laat meeslepen. En je moet je gewoon altijd beheersen. Dat zeg ik tegen mijn spelers. En misschien heeft Stef Nijland zich ook wel laten uitlokken. Maar ik ook. Met een stomme nagemaakte sliding. En, gestrekbeen. Gestrekbeen. Ja, jij vraagt wel vaker om dat soort dingen. Dus ik vind het gewoon ontzettend jammer, want ik vond hoe ik wel knokte met 10 mensen, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Maar ja, dat is wel lastig, want het was misschien mentaal wel een kantelpunt, maar het maakt met 10 mensen wordt het niet makkelijker dan met 11.
En we zullen de schade zullen we op moeten rapen. Want Bram van Polen moest ook al vroeg af. Zijn rug zit helemaal vast. En die rode kaart, we kunnen kijken want, wat de terugcommissie daarover zegt. Dus, misschien kan ik zelf ook een keer van de tribune gaan kijken, maar dat wachten we verder allemaal af. Het is gewoon Go Ahead gegund. Maar wij hebben niet laten zien wat we echt kunnen. En dat is jammer. En dat is een heel erg understatement. Over 3 weken, PEC Zwolle tegen Cambuur op zaterdag 7 maart. Bedankt voor uw aanwezigheid. 3 weken, 2 uitwedstrijden. We hebben 2 uitwedstrijden.